Welkom bij een nieuwe video. We hebben net de proloog gereden, een tijdrit van 2,3 kilometer waar iedereen alles heeft gegeven. Om de dag aan te vullen doen we 20 rondjes koers voor spek en bonen. En we beginnen met 3 geneutraliseerde rondes om de benen een beetje los te gooien. En man, wat staat er wind vandaag. Windkracht 5 als ik het weerbericht moet geloven, dus de beentjes krijgen nog geen rust. Omdat er niks te verliezen valt, probeer ik vooraan bij de mannen te blijven. En ik kijk of ik dat kan volhouden. Dan ga ik hier op het stuk met meewind van kop af en komt er een versnelling. Niks aan de hand, gewoon even mijn adem pakken en aanpikken. Maar dan reageer ik te laat, want de volgende gaat niet mee. En we gaan naar tegenwind toe, dus dan moet ik er voor de bocht zijn, anders zijn we af. Vooral aan het begin van de koers zijn er veel versnellingen en het valt me erg zwaar om in het wiel te blijven. Al dat werken vooraan is dan toch te veel voor mij. Ik loop te puffen en te hijgen. De rest zet nu aan om Teun terug te halen, die is weggefietst. En ik laat mij terugzakken in de groep en probeer op adem te komen. Bijna ga ik er vanaf, maar ik kan mezelf nog net op tijd herpakken en aanpikken. Ja, dan moet je dat wel nu gaan doen. Oké, nu dan. Dat moet dan een keer gaan, hè. Kom op, kom op. Nee, weer niet. Ja, dat lukt nog net. En dan zit ik er weer lekker bij. Maar dan, pats, rij ik lek. Even kijken. Wat is dit nou? Uiteindelijk is er helemaal niks aan de hand. Ik heb geen idee wat er is gebeurd, maar ja, helaas. Ik heb lek. Ik laat de kopgroep langs en sluit me aan bij het pelotonnetje. Met nog een paar rondes te gaan. En dan na 2 rondes helemaal alleen weg te zijn gefietst, wint Rick hier dan heel sterk de koers. Gefeliciteerd!